Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Graats, leren photoshoppen en vandaag beginnen we met de les 287. Nu is het zo dat je hier dus een foto hebt geopend in Photoshop en dat geldt voor CSS, maar ook voor CC. Nu heb je hier balken en hiermee kun je naar boven en naar beneden en hier kun je van links naar rechts. Maar er is een veel makkelijker manier, dus als ik nu even Ctrl-0 doe, dan is de foto gewoon weer in de originele formaat. En ik ga dan scrollen met de muis. Nou, sommigen kunnen scrollen, sommigen moeten Alt inhouden en scrollen met de muis. En dan kun je zeg maar inzoomen. Maar wat makkelijk is, is namelijk dit handje. Kijk, als je dit handje aanklikt, dan kun je heel makkelijk zo heen en weer gaan. Dus als je ingezoomd bent en je moet iets hebben, dan kun je zo heel makkelijk zo zoeken. En dan hoef je niet de balken te gebruiken. Dus gewoon met dit handje. En dan als de foto is ingezoomd, kun je veel makkelijker zo met de linkermuisknop ingedrukt de foto slepen naar de plek waar jij hem naartoe wil slepen. Nou, het is een korte les. Je hebt weer wat geleerd en ik spreek je snel. De groetjes. Hei hei.